Gran Turismo 7 is uit. En laten we meteen met de deur in huis vallen. Dit is de beste Gran Turismo sinds deel 4 en misschien wel de beste ooit. Waarom? Nou, dat leggen we je haar fijn uit. Laten we beginnen bij de graphics. De Gran Turismo games zijn altijd al prachtig geweest. En bij ieder deel wordt de lat steeds weer iets hoger gelegd. Ook nu, want Gran Turismo 7 is zonder twijfel de mooiste en meest gedetailleerde racegame ooit. Er zit zoveel detail in de racetracks en de auto's dat het in de buurt komt van fotorealisme. De game draait erbij ook nog eens in een 4K en 60 frames per seconde en dat maakt de game rete strak. Buiten de fantastische graphics is de presentatie van de game sowieso dik in orde. Echt alles is next level. De menu's zijn vormgegeven met allerlei informatie over auto's en racetracks, de geschiedenis van de autosport en alle fabrikanten zit verweven in de game, en promofilmpjes voor events en auto's zien er super gelikt uit. De liefde voor auto's en autosport spat er daarom vanaf. De kans is aanwezig dat de echte autoliefhebber af en toe zelfs een traantje moet wegpinken. Gran Turismo 7 is namelijk een echte ode aan autosport. Dan door naar het belangrijkste. De besturing, physics en feedback. We waren even bang dat de game vooral een visuele stap vooruit zou zijn en dat de core gameplay een beetje copy-paste zou worden. Maar gelukkig heeft de ontwikkelaar behoorlijk wat aan de gameplay gesleuteld. De physics en besturing zijn bijvoorbeeld iets milder en kalmer dan in andere racing sims. Al met al is de game daarom iets minder hardcore en kom je met iets meer foutjes weg. En dat is een dikke verbetering ten opzichte van Gran Turismo Sport. Dat verschil merk je vooral aan de feedback die je krijgt tijdens het spelen. De manier waarop de wielen feedback geven op je stuur en eigenlijk alles wat er precies onder je kont gebeurt, is ontzettend goed. Je voelt echt tot in detail hoeveel grip je banden bijvoorbeeld hebben en wanneer je de grip dreigt te verliezen. Je kunt door de feedback ook herkennen of je je gas moet loslaten of moet remmen. En dat zijn echt kippenvelmomentjes. Maar ook de manier waarop stoepranden aanvoelen, de aquaplaning op een nat wegdek en oneffenheden in de tracks zijn verbluffend. Auto's voelen ook echt anders aan als je in de regen rijdt, of als je stel omhoog of omlaag gaat. Gran Turismo 7 is verplichte kost als je een setup hebt met een stuur en pedalen, maar ook met de DualSense controller is het spelen een feestje. Polyphony maakt prima gebruik van de unieke features van die controller. Je voelt bijvoorbeeld het regendruppel effect als je door de regen rijdt en als de ABS zijn werk doet, voel je dat in de trigger. Door tegendruk te geven krijg je extra feedback over je grip. Om het maximale uit de game te halen moet je dus met een stuur spelen, maar met de controller is de game beter speelbaar dan ooit. De graphics, presentatie en gameplay zijn dus geweldig, maar de echte kers op de taart is de singleplayer content. Er is namelijk meer singleplayer content dan ooit en waarschijnlijk ben je daar wel tientallen uren mee zoet. Je kunt ervoor kiezen om zelf je gang te gaan en de typische Gran Turismo licenties te halen, races te rijden en auto's te kopen, maar dan mis je wel een hoop van de prachtige presentatie. Je kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen om Luca te volgen. Hij is de eigenaar van het Gran Turismo Café en neemt je mee door de vele aspecten van de game en de autosport in het algemeen. Zo krijg je telkens een menukaart met een opdracht. Die opdrachten variëren van doe dit event, koop deze auto, verwissel de olie, gooi een dikke spoiler op je achterbak en ga zo maar door. Elke keer als je zo'n menukaart voltooit, word je beloond met wat toffe info over wat je net hebt gedaan. En ook krijg je een ticket dat je kan inruilen voor verschillende prijzen. Door de variatie en de prachtige presentatie is dat de leukste manier om te ontdekken wat Gran Turismo 7 allemaal te bieden heeft. Je krijgt steeds meer uitnodigingen voor evenementen en rijdt in steeds vettere auto's. Daarnaast doe je op een logische volgorde de B, A, International B, International A en Super License uitdagingen. En ook zijn er speciale mission events, music rally events en kun je experimenteren met het tunen van je auto. Er zit een bepaalde flow in de game die je nog niet eerder hebt ervaren in Gran Turismo. En dan is er natuurlijk nog de uitgebreide multiplayer. Je kunt voor de lol een potje online racen tegen je vrienden en andere online spelers en er is ook een speciale hangout. Daarin kun je racers uit je team ontmoeten om strategieën te bespreken of om te sleutelen aan de instellingen van je auto. En er is ook een sport multiplayer modus. Daarin worden de serieuze ranked races gereden. Er zijn ook nog dagelijkse en wekelijkse events en de officiële GT kampioenschappen waar je je wel voor moet kwalificeren. Gran Turismo 7 is dus het complete pakket, maar er zijn ook wat minpuntjes.
single player houdt namelijk een soort van halverwege op. Je neemt afscheid van Luca en ziet de credits rollen nadat je ongeveer de helft van wat de game te bieden heeft, hebt gezien. Op dat moment heb je nog lang niet alle races gereden, nog lang niet alle licenties gehaald en bij lange na niet alle auto's ontgrendeld. Natuurlijk kun je dat zelf nog doen, maar het was leuker geweest als de complete game zo mooi verpakt was. Verder maakt de game een paar gekke designkeuzes. Zo moet je bijvoorbeeld urenlang spelen om de multiplayer te unlocken. Ook zijn sommige menus niet helemaal compleet met alle opties. Je moet dan naar een ander menu om een instelling te veranderen en vervolgens weer terug naar het menu waar je al was. Verder is alle content te vinden via een prachtig vormgegeven map, behalve Music Rally. Dat staat weer in het hoofdmenu van de game met een super standaard layout. Het lijkt net alsof de mode er op het laatste moment nog even bijgegooid is. Ondanks de prachtige presentatie zijn hier en daar dus wat gekke keuzes te vinden. En sorry alvast, want als je dit ziet kun je het niet meer negeren. Maar sommige elementen zijn weergegeven in een super lage resolutie en framerate. Denk dan bijvoorbeeld aan gras dat beweegt, vlaggen die wapperen, licht in de verte en het publiek. Waarschijnlijk was dit nodig om de game zo soepel te laten draaien op 4K 60 fps, maar het valt wel op. Ook andere auto's op het circuit schalen in detail naarmate ze dichterbij komen, maar dat gebeurt zo geleidelijk dat je het waarschijnlijk niet doorhebt. Dat zijn echter maar kleine smetten op de fantastische game die Gran Turismo 7 is. Er zit zoveel liefde in dat de kans groot is dat het je passie voor auto's, autosport en racegames in het algemeen flink aanwakkert. Het is de meest complete Gran Turismo ooit, met prachtige graphics en presentatie. De physics zijn daarnaast meesterlijk en de toffe singleplayer en multiplayer content leveren heel wat uren plezier op. We geven Gran Turismo 7 dan ook een welverdiende 92, een dikke Gold Award dus. Vond je dit nou een fijne video? Doe dan even een duimpje omhoog en race met je muis naar de abonneerknop voor meer van dit soort content.